rare kant. Hé! Hey. Kun jij niet zien? Wat? Oké, ik ga weer terug naar mijn werk als politieagent. Harms. Piers. Hey! Kijkers van This David Games, welkom bij een aflevering van Watch Dogs. Ik ben nu ongeveer op de helft van de game. Dat betekent dat er nog 30 afleveringen kunnen komen. Ik hoor van iedereen al die mij probeert te waarschuwen van David, die laatste missie, die is echt fucking kut. Die is echt heel moeilijk. Dat gaat je wel een tijdje kosten. Nou, we zullen het wel zien. Ik weet het niet. Trouwens, even serieus. Oh nee, hij is al van de muur geflikkerd. Ik had een hele mooie poster. Dus David poster. Maar dat doen we in een andere video wel eventjes. Voorlopig zou ik het tof vinden als jij even een like achterlaat op deze video. Op die manier zie ik dat jullie de serie nog steeds willen zien. Te abonneren op Dus David Games. Ook andere video's te kijken. Dit is namelijk ook een playlist. En je kan alles vanaf dag 1, vanaf aflevering 1. Kun je terugzien van Watch Dogs als je wil. Doe het eventjes en heel erg veel plezier met de wedstrijd. Week van voetbal, hè? Heel veel plezier met de video. Doeg! Hey kijkers van Dus David Games, welkom terug bij Watch Dogs. Ik zou de missie gaan doen, alleen ik besef dat ik gewoon eerst nog even een bepaald aanvalswapen wil hebben. En hier, die ligt echt in een deuk. Je ziet het al, ik rij in een politieauto. Ik heb daar niemand voor... Hier, daar is mijn mattie. Ik heb... Hey, pretje. Ik heb daar niemand voor hoeven vermoorden. Ik had letterlijk hier... Zat ik op een parkeerplaats en ik zag in één keer allemaal politieauto's staan. Dus of ik neem deze of ik neem zo'n... Ik vind deze ook wel stoer. Ik denk dat ik deze neem. Wel heel gaaf. Je hoort ook even de politieradar. Ja, deze is wat sneller. Learn to drive, man. Oké. Okay. Wij rijden nou dus gewoon in de politieauto rond. Dus in principe zou je nou iedereen aan de kant moeten gaan. Move! Aan de kant! Wee. Maar welkom bij de aflevering. Ik heb geld nodig. Vandaar dat ik even naar een rijk stukje ga. Ja. Oké, ja, aan de kant. Wee. Aan de kant. Laat me er langs. Ja, goed zo. Oké, nou, waarom heb ik zoveel geld nodig? Ik heb heel veel geld nodig. En namelijk, oh, aan de kant. Zie niet dat ik haast heb. Aan de kant. Hé, hey, kun jij niet zien? Come on now, man, don't. Wat? Oké, ik ga weer terug naar mijn werk als politieagent. Harms. Piers. Zo. En dan mij lekker met rust laten, want ik moet geld verdienen. Er is zo'n heel... Ja, dat heb ik weer. Er is dus zo'n heel groot... heel groot kanon, zo'n wapen, zo'n automatisch geweer. Die schijnt veel beter te zijn dan dat stomme proppen schietertje wat ik nou heb. Ik zag Sander ermee in zijn video. Ik denk, wow, die wil ik. Aan de kant. Move. Lekker druk op de weg, trouwens. Goed zo. Oh ja, aan de kant. Ja. Aan de kant. Ik kan er niks aan doen dat ik hier rijd. Het is jullie schuld. Het gaat toch wel aan de kant voor muziek al. Oh. Goeie kant van de weg. Hoppakee. Winst. Misschien is het een klein beetje een spoiler. Alleen Aiden Pierce heeft... Oh. Aiden Pierce heeft heel vaak over de Merlot job gehad. Nou, de vorige keer dat ik toevallig hier in de buurt was voor een missie,
zag ik dat dit het Merlot Hotel is. Ja. Ik ga er dus vanuit dat de mensen hier... rijk zijn, hoop ik. 1000. Ja, dat wil ik niet. Kom, valt hier wat te hacken? Dude, die vent is fucking rijk. Ja, ik hoef die conversations allemaal niet. Sorry. Au. Nee. Hey, take it easy. Ja, sorry. Legal marijuana. Next. Kijk, misschien in de Merlot. Moet toch ergens iets zijn waarvan je denkt van... Wow. Dan kun je heel veel geld fixen. Lijkt mij. Oké, gaan we even rustig lopen. Oké, we gaan wat sneller lopen. Chainsmoking. Oké. Okay. So how's your grandpa? Nee, weet je, stomme gesprekken, dat boeit me niet. Ik wil geld. Meer. Ja. Hoppakee, 2000 in de pocket. Goed gedaan. Hoppakee, 1000 in de pocket. Lekker. Did you not see me? I just didn't care. Wow. Vet motortje. Hey, watch it. Waar is je heggenschaar? Kan ik die oppakken? Nee, kut, jammer. Helaas. Oeh. Alvarez Osmar. En Oswald Henk, wat een vreemd stelletje bij elkaar. Beetje lichtelijk creepy. En jullie? Hebben jullie nog iets voor donatiefonds Harps? Nee, hè? Ho! Het gaat regenen, jongens. Het wordt een sfeervol momentje. Daar kan ik je alvast wel wat vertellen. Iedereen naar binnen. Oh. Gaan. Nergens. Ja, niet. Hoppakee. Wow, wat is dat voor iets? Stop this guy. I need to pick him out fast. Wie? Oh, oh God, no. You're done. You're gonna have a problem.
Wat een idioot. Reputation increased, dat wou ik niet. The citizens of Chicago have had enough. Recent polls show that a majority of people want the vigilante to be prosecuted to the fullest extent of the law. Wacht even. Hoezo komt hij nou met allemaal dit soort shit? Heb ik daarom gevraagd? Police hesitate to release any details. However, they do acknowledge the vigilante is linked to several murders and would almost certainly be looking at a life sentence in prison. I don't know what you're talking about. Don't lie to me, bitch. I found your number in my husband's phone. I saw you with him at the club the other night. Yeah, bitch. Shh. Oh, wat doe ik? Zo. Get away from him. I've been looking for you. This is. God damn it! Zomaar in één keer had hij me door. Dude, dat kan ik niet zo doen. Nee, ik wil alleen maar helpen. Wow. Die gasten gaan ook serieus. Koop varen, bitch! Die gasten rijden ook gewoon hotel in. Nou, ik weet niet of je veel aan die patrol cars hebt, lieve schat. En we draaien weer om. En weer naar het hotelletje toe. Oh wacht, dat is hem niet. Het hotel is eentje verder van mij. Dat is die hoge, dat hoge ding. Oké. Okay. Hier al. In de Merlout. En hier hadden we geparkeerd voor mij. Ja. Even hacker vanaf het water. Maak het uit. Ja, kijk hier. Hier zijn de hekpatiëntjes. Oh, nieuw vehicle available. Yay. Nee, wil ik niet horen. Als het nou donker werd, hè, dan kon je echt eens... Ja, sorry. Dan zag je die mooie dingen. Iedereen is allemaal niet zo vrolijk. Zo. Is hier een ATM in de buurt? Dat zou super chill zijn. Pow, pow. Pow, pow. En waar je de meeste rijke bitches zou vinden? My grandmother is. Jo, ik wil je geld. Ik hoef je gesprek niet.
careful. Jij bent hier de bouncer. Very polite. Ja, sorry man. A massive illegal shipment of weapons has been uncovered. Police were led to the shipment thanks to information leaked to them. Police say they won't investigate the source of the information, treating it as an okay. Fucking interessant. Hoeveel geld hebben we inmiddels al? Wow, dat gaat echt lekker snel. Crime detected. I don't give a shit. Mensen mogen doen wat ze willen in hun vrije tijd. Volgens mij kunnen we misschien zelfs wel. Yo, wat als je gewoon kamers zou kunnen. Misschien kun je wel gewoon ergens een hotelkamer in. Even de shit looten. Haha. Wat is hier zoal te zien? AKMT. Goed verhaal, man. Oké. Okay. Is dat het? Oh, niet naar beneden vallen. Oké, okay, ja, nee, dit valt me heel zwaar tegen. Ik weet niet hoe met jullie zit, maar. Oké. Okay. Jee, ik ben op de Merlot geweest. Nou, dat is chill. Hey, kun je ook ergens zien hoeveel je krijgt als je gaat pinnen? Zeg maar een soort tussensaldo. Nee, hè? Niet echt, oké. Okay. Oh ja, die digital trip, dat moet ik ook nog eens een keer doen. Dat is zo grappig. Hey, hebben ze een parkeergarage? Ah, dan kun je daar weer niet in. Dit wil ik altijd nog wel. Oh, kuts. Wow, zie dat, jongen. Oké, okay, dan moet ik even. Even hoor. Kijk hoe dat eruit ziet, hoor. Want dit is met die. Ik heb van die FSFX shaders gebruikt. Dat het nog nacht wordt. Hé, hey, maar even serieus. Kijk, nou is regen in één keer fucking mooi. En eerder was het vervelend. Ja, precies. Oh, allemaal geld. Maar geen ATM. I'm pretty sure it doesn't work that way. Ja, precies. 911, what is your emergency? Hello, are you still there? Hello? 911, please state your what? Nee, en rennen. Right now. You have to, can you repeat that? Hello? Help. 911, please state the nature of your emergency. Help, it's. Gewoon iedereen uitschakelen die politie weer te bellen. Voor mij. Kun je daarmee wegkomen? Voor mij ben ik weggekomen net door iemand dood te schieten. En elke keer als iemand belt. Dat. Oh, dat zou wel heel erg weird zijn, niet? Anyway, ik wil dit proberen. Waar was dat? Ik zag het laatst ergens. Car on demand, ja. Muscle.
Rosewood? Papa Vero. Police are inundated with calls with tips on the vigilante. Chicago citizens are outraged that the police haven't managed to catch a man who many are calling a terrorist. With all the money and promises poured into the CTOS, along with its heavy connection to the police department, citizens are left wondering how one man is managing to evade capture. Yeah. Yeah, I got you covered. Your ride's ready for pickup. Oh jezus, dat is makkelijk. Lekker dichtbij. Hop hop. Even een ATM. Oh, is dit een ATM? We gaan even een ATM zoeken, jongens. Die schijnen bijna overal te zijn. Behalve natuurlijk weer hier. We gaan gewoon de stad in. Daar zijn... Oh, ik zie er alleen. Mag ik even? Dank u. Ben heel benieuwd. Wat is het? 20.000 of zo? Inmiddels? Hoeveel? 34. Ik heb bijna 40. Nice. Dan... Wat holy shit. Doet er niks raars. Nou. Een criminal convoy. Ja, daar heb ik geen zin in. Meer geld biedt ze bij mensen. Hallo? Jij bent met je portemonnee bezig. Auw. Ja, gaat goed. Stikke mooi. Ja. Are you high? Wat? Je hebt waarschijnlijk niet zoveel. Niet, hoef ik allemaal niet. Hockey. Ook niet. How's she doing? Fine. Ook niet. Let's see Charlotte what? Ook niet. Jongen, ik wil gewoon geld. Are you fucked? No. Are you fucked? Ik wil jullie stomme prietpraatjes niet, echt. Wat? Iemand zei net. I'm so sorry. One minute she was there. Next minute out of my sight. We're so stunned. Did the driver even see her? He says he didn't. But that ain't the way other people saw it. They were witnesses. I'm really sorry. Engaged in prostitution. Ja. Ja. Wat? Ja, die had ik nodig. Dank u. Hè. Hi. I need it. Kijk, zie die weerspiegeling van die gebouwen. Zo vet. Ik hoef het niet te weten. Voor mij heb ik nou 40.000. Voor mij kan ik nu eindelijk een wapenshop opzoeken. Ja, ik ook man. Heel blij.
Pardon. Ik wou er even bij. Oké. Okay. Hoppakee. Cash money, bitches. Hartstikke mooi. De map. Naar de dichtstbijzijnde gunshop toko. Dat is... Oh, die we zijn aan het rijden, zeker? Huh? Waar dan? Daar helemaal. Waarom zit hier niks? Is dat echt het dichtstbijzijnde? Ja. Oké. Okay. Daar moet ik echt eens mee ophouden. Met dat te doen. Dat is vaker gebeurd. Car on demand. Oh ja, en je kan ze dus kopen. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Ja, nou dan zoek ik hem wel gewoon op straat op hoor, YOLO. Hier zit niemand in. Dank u. De gunshop. Oké, okay, wat kunnen we daar verkopen? Ja, daar hebben we, je hebt hem ingevuld. Hij heeft een carbonnen dak, deze auto. Hoe fucking vet wil je het hebben? Jammer dat die regen niet met nacht was, want dat schijnt zo mooi te zijn. Oh. Hier, kant van de rotonda. Oké. Okay. Ik vond hem mooi. Als ik had gezegd dat ik ze expres wou aantikken, dan had je niks gezegd. Had je dacht, dat is niet van, ha, goed gedaan David. Het hele doel van deze aflevering is eigenlijk geweest $40.000 te krijgen. Want volgens mij, als ik me goed herinner... Hier zit al zo'n gunshop, ja. Quid pro quo guns. En voor mij kon ik hier eentje halen. Hallo. 30 zelfs, de ACR. Van de duurste grenade launcher heb ik. Are you angry over the vigilante? You're not alone. Ja, dude. Shows that a majority of people disapprove of the vigilante's actions. And police are pleased with the new trend. Sergeant David Walt explains. God damn it! Waar komt hij in één keer vandaan dan? Deze gozer komt uit het niets. What the fuck? Ja, doe maar. Ze zijn wel kwijt voor mij. Wat voor een domme jij hondenlul. Je gaat helemaal niks doen. Nee. Even serieus, maar zo goed als ik rijd, dat kunnen die politieagenten toch nooit. Dus jij moet mij dan toch weer kwijt zijn zo. Lijkt mij. Slow motion opgenomen. Ah, en daar gaan we. Nou, ik ben niet op een side street geweest, mijn vriend. Ik heb gewoon al die tijd recht doorgereden, maar... Ja, mooi. Gunshop. Daar zit er een. Huh? Ik zou zweren dat die boven ook nog ergens een gunshop zat. Hier ergens. In dit stukje. Niet?
Nee. Dan pakken we die. Wow! Dat was close. We hebben de police geïnvadeerd, jongens. Let's go, die go. Oh jee. Nee, mijn motorkap is kapot. Dan moet ik een nieuwe auto. Ga erop, Aiden. Misschien mag ik wel meeliften of zo met mensen. Dat weet je niet. Heb je dat ooit gevraagd in Watch Dogs? En. Waar zit die gunshop? 300 meter. Oh, kut. Dank u. I will. Nee. Ja, hij kwam zomaar uit het niets. We zijn er bijna, jongens. We nemen altijd een hele speciale, spannende weg. Spannende routes. Oh, kut. Ik kan hier niet langs. Hier wel, hè? Ja. Die zou zijn child support moeten pakken. Eigenlijk, als je dit dus goed speelt, begrijp ik. Als protector, dan kijk je alleen van wie je eventueel... Oh, hier, hunting supplies. Van wie hij eigenlijk zou willen jatten. Wow, dat is dus die high instelling die ik dus heb daarvoor. Graphics quality, high, apply. En back. Hallo? Ik weet al wat ik wil, niet de politie bellen. Nee, doen. Yo. Ja, die. Heb ik hem? Chicago PD officers are pledging to capture the vigilantes, making longer hours without pay. This initiative is in response to the grand jury and the man has become an ongoing embarrassment to both the police department and the CTOS. Can we expect an even bigger police response? I'm going in style? Dude, het is je baan. Nee. Waarom zo boos? Ja. Nee, dat stopt ze allemaal niet, hè. Oh, kut. Oh, shit. Dan ga ik rondjes rijden, of niet? Helemaal niet. Mag helemaal niet. Nou. Oh ja? Tuurlijk. Hey, wacht eens even. Wow. Oké, dat is een rot eind. Hier was hij nog niet eerder geweest. Laten we hier eens even op klimmen. Kap, klimmen. Ja. Omhoog. Aiden.
Wow. En die was dus beter als... Ja, dat snap ik. Dit heeft geen enkele... Dit was mijn favoriete pistool. Deze. Maar nu zeggen ze dus deze. Nee, niet... Ja, die is echt kut. Deze moet dus beter zijn. Oeh. We gaan het even proberen op een persoon. Wat is dat voor iets, joh? Fucking vreed, alleen daar kun je natuurlijk weer niet opkomen. Oké, Aiden. Doe je pistool weg. We gaan even kijken hoe een ACR werkt op een auto en op een boot. Huh? Hey, hey, hey! That guy lifted my wallet! Stop! Ja. Kom. Ho, wat gaat hij doen? Gaan we hem ook doodmaken ervoor? Of niet? Misschien dat ik even een auto moet pakken. Wat? Was het voor jou dan? Hoi. Oké, dit geweer op mensen. Tof. De ACR. Ja man. Try to catch me. Ja, dat beloven ze allemaal. Wow. Dit is zo dom om te doen. Nee, dit was heel slim. Hoe dan? We've got a high-powered patrol car in pursuit of suspect. Stop your vehicle. Ik zal nooit stoppen. Ik moest mijn ACR uittesten. Dat kon zeg maar alleen maar als ik een auto kapot maakte. Blijf geloven in jezelf. Oh, zie je al die auto's stuiteren daar. Hou! Hou!
Fuck the police. Kijk, mijn plan. En wat willen ze nou doen dan? Tunnels. Voilà. Oh. Ik ben blij met mijn nieuwe wapen. Dan gaan we nou eindelijk de nieuwe opdracht doen. Die zit hier. Dat doen we de volgende keer. Wat ik even wil weten is, hoe speel jij nou Watch Dogs? Doe je dat net als mij, een beetje volledig random? Ga je eerst zo snel mogelijk door de campagne en als je dan alles klaar hebt, ga je dan een keer de city een keer ownen? Door alle challenges te doen en alle perks en alle wapens en zo. Ik ben wel benieuwd hoe jullie het gedaan hebben. Ik heb gekozen om het zo te doen. En ik vond het leuk. Vond je het ook leuk? Dan abonneer ook even op Dus David Games. En laat een reactie achter van wat je tot nu toe van de hele serie vindt. We zijn inmiddels al bij, I don't know, bijna 30 of zo. Aflevering 30. Gaat echt heel snel. Ik ben nog niet eens op de helft van de game. Dus we kunnen nog even doorgaan. In ieder geval bedankt voor het kijken, jongens, naar deze extra lange aflevering. Waar we heel erg veel mensen hebben zitten overvallen. Slecht. Voel je dat? Je hoort iemand mensen te beschermen. Fuck de anderen. Fuck de anderen. Tot de volgende keer. Later.